als je ziet wat een mentale weerbaarheid dat deze groep heeft, dan kun je als coach alleen maar gelukkig zijn. Ik heb het daar juist ook nog gezegd tegen iemand van de pers. Basketbal, zeker in de playoffs, is veel meer dan X's en O's. Dat is de mentale weerbaarheid en het mentale aspect. En als je dan ziet hoe er geknokt is en hoe dat er jongens naar de bank komen, ja, dat is gewoon, dan kun je als coach alleen maar blij zijn. Als je gewoon kijkt naar alle wedstrijden dat we tegen ze gespeeld hebben in het reguliere seizoen, zijn we echt aan elkaar gewaagd. En we verwachten niet anders dan dat ze zo tegen ons gaan spelen. Zeker een grote verbetering na die game die we daar hebben gehad. Ik denk dat de dingen die we aangepast hebben ons zeker hebben geholpen. Ze hebben een hoop dingen ook weer weggehaald, maar we hebben het kunnen counteren. Nu speelde onze bank heel goed. Carrington Love speelde weer een hele mooie game, wat natuurlijk helpt. Waardoor andere mensen ook openkomen, Serge raakt zijn ballen. En het is eigenlijk een overal goed spelletje. Iets heel belangrijk vandaag is dat wij 5 spelers hebben in de dubbele cijfers. En als je dat in de playoffs kunt doen, dat is uitzonderlijk. Want meestal is dat moeilijk. En wij hebben vandaag 5 spelers in de dubbele cijfers. Dat wil zeggen dat we collectief gespeeld hebben, dat er een ploeg op het veld stond die voor elkaar speelde. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Zelf kijk je op een prima wedstrijd terug. Hè? Dat heeft met 2 dingen te maken. Je pakt een aantal rebounds. Ja, en wat heel verrassend was, je gooit gewoon 5 drietjes erin. Nou, verrassend. Ja, voor mij wel. Ik helemaal niet zeggen. Ik heb hem vorig jaar ook gedaan, dit jaar wat minder. Maar ik ben blij dat het op deze moment gebeurt eigenlijk. En in deze wedstrijd. Ja, zeker weten. Daar ben ik helemaal blij mee. Je staat 15 voor bij het derde kwart. En dan wordt het toch weer razend spannend. Ja, klopt. Zij gaan 3 punten raken. Klein beetje lak zijn. Denken dat we het eigenlijk al hebben gehad of gewonnen hebben. En dan krijg je dit. Dan wordt het weer een moeilijke game of een spannende game. Gelukkig zijn we er weer goed mee weggekomen. Maar we moeten de focus houden en het niet, zo'n voorsprong niet meer weggeven. Maar ja, we kijken natuurlijk naar de beelden en we weten ook waar uw sterkte zit. Maar Zwolle blijft ook een goede ploeg en een gevaarlijke ploeg en een ploeg die nooit opgeeft. Dus je moet altijd alert blijven. Een ploeg die zeer goed rebound in aanval. Maar voor het ogenblik hebben we 2 wedstrijden dat we beter rebounden dan Zwolle. Dus dat is ook een belangrijk aspect. Dus we moeten zorgen dat we aan die details blijven werken. Maar vooral dat mentale aspect moet zo blijven. Het is nog niet gedaan, hè? Ah nee, het is 2-0 en je moet er 4 winnen. Ja, ik wil gewoon naar de finale.